Dit is Rocco Aversi, het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Arbeid. Mensen met een beperking hebben ook recht op werk, zoals ieder ander persoon. Door werken participeren mensen aan de samenleving. Dus ook mensen met een beperking. En participeren aan die samenleving, het is goed dat u dat weet, is een mensenrecht. En ik heb al eerder gezegd, dat doe je dus via een job, een baan, het hebben van werk. Bovendien is het zo dat het hebben van werk bijdraagt aan een goede levensstandaard. En is het zo dat als je een baan hebt, het draagt bij tot een goede levensstandaard, kan je op die manier ook andere mensenrechten verwezenlijken. Laat me een voorbeeld geven. Als je werkt, kan je voorzien in levensbehoeften. Je kan, als je voldoende geld verdient, mag je ook dus zeg maar aanspraak, of heb je ook het recht om een gezin te stichten. Want je Rocco, je kan abwang, een partner, een man of een vrouw, en je kan ook nog een gezin stichten, dus kies 10 kinderen. Maar met je loon dat je verdient, ben je in staat om het gezin te verzorgen. Dus zie hoe belangrijk werken is voor de mens in het algemeen, maar misschien nog veel meer voor mensen met een beperking. Het ministerie van Arbeid propageert in het kader van decent work en in het kader van de Sustainable Development Goal nummer 8, gelijke behandeling op de werkvloer. Ook voor mensen met een beperking. En laat me ten aanzien van decent work aan u uitleggen wat met dat begrip wordt bedoeld. Hè? Want ik heb gemerkt in de samenleving dat niet iedereen weet wat bedoeld wordt met decent work. Decent work, de letterlijke vertaling ervan is fatsoenlijk werk. Maar het is een concept dat ontwikkeld is geworden door de Internationale Arbeidsorganisatie in 1999. En heel eenvoudig hoor, wat bedoelt men met dat concept? Hè? Kijk, laat me u zeggen dat werk hebben. Je moet werk zien als een bron van persoonlijke waardigheid. Dus met andere woorden, Theo Rocco. Je wel vriendjes aan die, isabi. Theo Rocco, nanga Rocco dat je verdient je loon. Nanga je loon dat iemand verzorgt je gezin, iemand onderhoudt je gezin. En het moet ook zo zijn dat die is ziek of je gezinsleden ziek. Nanga amoni sa je verdient of nanga ding voorwaarden aan dit op Rocco. Je moest man guadatra. Giju streven, nanga giju gezin. En als je een pensioen hebt, moet je gewoon van je pensioen kunnen leven. Dus alle mensen maken daarop, hebben daarop recht. Maar veel meer mensen met een beperking. Omdat de man, je werkt bij de man op een beperking. Dus een concept voor decent work promoot gelijke behandeling op de werkvloer. Dus onderzoek met onderscheid naar discriminatie. En ik vind daarom dit onderwerp heel belangrijk vanavond om hierover te praten. Omdat we deze groep absoluut niet mogen vergeten. Laat me u zeggen, ik heb al eerder gezegd, het ministerie promoot gelijke behandeling op de werkvloer voor iedereen. Zeker voor mensen met een beperking. En daarom is het ministerie van Arbeid heel erg ingenomen met het initiatief van het bedrijfsleven. Om het concept van gelijke behandeling te bevorderen en te promoten onder werkgevers in ons land, hè, voor mensen met een beperking. Hè. Ik kan u zeggen dat niet zo lang geleden er een database is ontwikkeld door de Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking, speciaal voor werkbehoevende personen die vallen onder de groep van mensen met een beperking. Alleen maar dat ze aan de slag mogen. Hè? En dat ze ook mogen, dat ze ook kunnen, mogen en kunnen deelnemen aan die samenleving. Er zijn een aantal partners die zitten in die alliantie. Het ministerie van Arbeid is één van die partners. En ik ga in deze aflevering hierover praten met de onderdirecteur arbeidsmarkt op het ministerie van Arbeid. Rowan Noregio. We hadden Rowan eerder in het programma. Klap. En ik moet zeggen, Rowan, ik ben fan. Want ik heb gekeken naar die afleveringen die te zien zijn op YouTube. En misschien, you up there, moro.
Je hebt de meeste viewers, hè. Dus Ipopie. Ipopie, en dat kan komen omdat Roan's netwerk heel erg groot is. Maar men sluit uit, Roan, dat het goede werk dat je doet op het ministerie van Arbeid je populair maakt. Dat hier vertegen had ik me wel goed doen, toch? Mooi. Roan, het ministerie van Arbeid is ook partner in de alliantie voor decent work voor mensen met een beperking. Waaruit bestaat de bijdrage van het ministerie van Arbeid precies? Kijk, voordat ik inga op uw vraag, moet ik toch even uitleggen waarvoor we die alliantie eigenlijk hebben gevormd en waarom Arbeid volledig heeft geparticipeerd. Ja. Wij weten uit het ministerie dat mensen met een beperking één van de kwetsbare groepen zijn in de samenleving. Ja. En dan deze alliantie is eigenlijk de grote doel, beoogde doel is dat we mensen met een beperking ondersteunen in ondernemerschap. En vandaar dat, los van Arbeid, dat wij ook SPWE en de SAO vooral ook hebben gevraagd om deel te nemen vanwege haar taakstelling. Eén is ondersteunen in ondernemerschap en vaktechnische trainingen verzorgen aan werkzaam en werkzoekenden. En deel van Arbeid hierbij is dat wij, het groot, als het gaat om ondernemen, dat dat eigenlijk deel van de SAO is, van SPWE. SPWE geeft dan de ondernemerschapstrainingen. En wat heel belangrijk is, voordat je dat gaat ondernemen, indien nog blijkt dat je bepaalde competenties eigenlijk niet hebt, in huis hebt, en vooral met een beperking, dan kan de SAO daarop inspelen. Dan ga je nog een stapje verder. Nu de deel van Arbeid bij deze andere directoraat arbeidsmarkt. Wij hebben ook een afdeling, de directe bemiddeling, waar wij dan eigenlijk bij wet is ingesteld tot de publieke arbeidsbemiddeling, is eigenlijk waar we dan werkzoekende, werkgever matchen om te komen aan een employ. En onze rol nu is dat nu met deze database wij dan ook een betere inzicht kunnen hebben vanuit het ministerie waar de mensen zijn, wie de mensen zoal zijn en wat de beschikbare competenties is van deze groep mensen. En voor ons is het makkelijk, want de minister zegt het altijd, we moeten fact-based te werk gaan. En voor ons, en ook binnen de alliantie, is het heel belangrijk dat nu wanneer wij als partners, de werkgever, NGO's, ministerie van Arbeid, SAO, SPWE, weten wie wij in onze bestand hebben, dat we dat ook gerichter eigenlijk onze beleid en vooral onze curriculum kunnen gaan aanpassen. En dan dit alles moet dan uiteindelijk gelinkt worden in de grote systeem, uiteindelijk het arbeidsmarktinformatiesysteem. Dat we dan met deze database eigenlijk ook flink gebruik kunnen maken, want dat is uiteindelijk de bedoeling, dat we dan data moeten gaan sharen met alle partners. Nee, heel belangrijk, je sprak over SPWE en SAO. Het is goed om de kijkers uit te leggen, het zijn allemaal werkarmen van het ministerie, SAO, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Ze hebben met elkaar SAO Vosting in het verleden vakschool. Zeker voor de mensen met een beperking. If je daar ook zo is door het programma nu en je de van mening van, maar mijn man doet niks. Met die rolstoel, mijn man doet niks. Of ik heb een visuele beperking, mijn brein, mijn man doet niks. Of ik ben doofstom, mijn man doet niks. Wel, die Arki Roan, if je man doet niks, mogelijkheden de, if je meldt toe aan bij het ministerie van Arbeid, ik wil registreren bij die database, zang ontwikkelen, if je wil registreren. Kan die mogelijkheid voor je bestaan dat if je vindt dat in een afvaardigheden, in een competenties, dan de man kan selecteren je voor je gevolg training naar SAO, of je leert wat vakje. Leer me bijvoorbeeld bij Sigri, of leer me Wagi, of Spoiti, of Dugawasa. En die leraar vakje, dat want dat je kansen vergroot om een werk te vinden. Want laten we eerlijk zijn, if je was zoeken roko, je moest maar doen wat ze niet. Want alle roko basie want tekst maar niet omdat de man op sar ati na ga you. No, je moest maar zo'n roko basie toe tak je naki, je roko. Dus heel erg belangrijk saro want taki. En men neem aan dat nu alle, niet alle mensen met een beperking voor een baas willen werken, maar de man met de EG, de man op de EG bedrijf. In dat geval Roan Karpong SPWE, Stichting Productieve Werkeenheden, ook een werkarm van het ministerie van Arbeid. En als de man selecteert je, ik ga registreren en de man vindt dat jongen, amas, aba potentie voor een ondernemer, dan de man schaf je kom bij en leer je
ik kan op een bedrijf. En alleen maar op een bedrijf, want op een bedrijf, je moest maar behouden een bedrijf toe. Dus heel erg belangrijk, Rowan, die twee werkarmen die je hebt genoemd. En dan zit ik me af te vragen, de massa en Arkina Osono, de massa op een beperking, hebben jullie een, hebben jullie zeg maar die mensen die zich mogen registreren afgebakend als het gaat om die beperkingen die mensen hebben? Mag iedereen met een beperking zich komen aanmelden, zich registreren? Kijk, voor ons is het belangrijk, men moet weten of men employable is, of dat men kan doen aan Rocco. Oké. Toch, want dat gaat men ook moeten aangeven wat voor type beperking men heeft. Ja, ja. En op grond daarvan kunnen we dan een analyse maken. En natuurlijk met ook het raadplegen van andere stakeholders, in hoeverre men ingezet kan worden. Aan de beperking wil dat ook zeggen dat je misschien bepaalde andere competenties hebt die je kan gebruiken. Ja, ja. En voor ons is dan belangrijk, vooral nu binnen de alliantie, is waar wij nu als partners en die data invoeren, waardoor wij als alliantie ook zicht kunnen hebben wie we in huis hebben en wie zoal in onze database voorkomt en wat de nodige skills gaps zijn van die mensen. Maar dan, voor ons is het ook bij van het ministerie, dat we ook zo'n analyse maken, eigenlijk gaan we verder op in een ander programma, maar belangrijk is dat we ook nu al bezig zijn met een onderzoek, vooral voor deze doelgroep, welke van hoeveel er zijn die employable zijn, die eigenlijk inzetbaar kunnen zijn binnen het arbeidsmarkt. Want we moeten ergens beginnen. En voor ons is belangrijk, kom eerst met een database. En met die database kunnen we dan gerichter eigenlijk ons onderzoek gaan doen en gerichter beleid gaan vormen. Want deze alliantie heeft wel zich gefocust op mensen met een beperking. Maar voor ons als ministerie hebben we een grotere scope. Ja. Dus eigenlijk anyone mag bij ons komen aankloppen. Maar één ding wat u niet vergeten, u heeft wel twee zaken aangehaald, heel correct, is de trainingen, vaktrainingen en anderschap trainingen. Maar one training in de Movergiti zijn die soft skills. Die soft skills, heel erg belangrijk. Precies. En ik interpreteer dat een beetje zo over. Soft skills naar hoe je moet gaan opstellen aan het werk. Je ethiek is heel belangrijk, je communicatieve vaardigheden, leiderschap. En die trainingen doet arbeid ook. Los van die technische trainingen, doen we ook aan die soft skills trainingen. Want ik leer je van je moet van een auto of hoe je installeert elektriciteit. Dat is nog niet alles. Dat is niet alles, maar je moet ook weten hoe je om moet gaan met je werkgever, met je collega's. Cliënten. Precies, cliënten. Dus vandaar dat we dan eigenlijk een bredere scope hebben, dat we dan alle vijkaren en elkaar in keten moet gaan aanpakken. En tuurlijk, de start is, meten is weten. Ja. Vandaar dat, en ik ben heel blij met het voorstellen, het initiatief van de VSB en ook van de UNDP en andere partners om te starten met zo'n database. En uiteindelijk gaat, als we praten over arbeidsmarktinformatiesysteem, dat het dat arbeid dat zal moeten trekken, waar we dan ook de informatie hebben over het totale arbeidsvlak. Mm-hmm. Maar voor vandaag hebben ze zich beperkt tot deze doelgroep. Deze doelgroep Dat is net een beperking is dat, ze, dat iedereen eigenlijk, niet eigenlijk, iedereen mag bij ons komen aanmelden. Wij hebben onze bemiddelingsconsulent aan het werk in het vorige programma had mevrouw Radom al hierover gesproken. Ja. En dan, maar een extra focus is er wel voor deze groep. En men kan altijd mee contacten of SPWI of leden van de alliantie. Dan zorgen wij voor de verdere afhandeling voor deze groep. Zomaar die naar alliantie eten? Kijk, er zijn een aantal ministeries ook aangesloten. Je hebt het ministerie van Arbeid, het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme, het ministerie van Sociale Zaken. Dan heeft u ook de VSB, heeft u ook NGO's zoals One Occasie, Stichting Blindenzorg. Er zijn er nog een aantal van. Dus eigenlijk we proberen een grotere groep, doelgroep, draagvlak te hebben. Waardoor dan wanneer wij projecten gaan uitvoeren, dat we dan gezamenlijk als één, de alliantie dan projecten uitvoeren zoals nu, zijn we al, ik denk meer dan 15 ondernemers zijn we al bezig hun te helpen in ondernemerschap. En daar heeft de SPW en SAO een heel belangrijke rol ook moeten geven, moeten invullen. Kijk, tuurlijk, met andere partners ook. En voor ons is het belangrijk, want je hebt twee groepen. Je hebt een groep die wil gaan ondernemen. Mm-hmm. En je hebt een groep die voor iemand wil gaan werken. Ja, ja. En ook hoe de VSB ook de trekker is als werkgever, is voor ons ook makkelijk. Want helemaal. U heeft één punt aangehaald, heel mooi, is gelijke behandeling. Ja. En we weten dat er moet een bepaalde basis zijn om eigenlijk dat te laten uitvoeren. En
Je weet ook dat wij van het ministerie ook bezig zijn met zo'n wet. Ja. Toch, wetgeving is één, ja, maar in de uitvoering, daarvoor is eigenlijk arbeidsmarkt voor verantwoordelijk, dat wij dan ervoor zorgen dat de visie van deze regering wordt uitgevoerd en de slogan zelf binnen de alliantie is Leave No One Behind. Ja. Dat is eigenlijk inclusion, toch? Dat we dat iedereen meenemen. Helemaal. Ja. Heel erg belangrijk. Kijk, je noemde daar, je bent heel erg ingenomen, niet alleen jij, maar het totaal ministerie, met het initiatief van het bedrijfsleven om te trekken hieraan. En meteen zei dat belangrijk, hè? Omdat vanuit mijn ervaring als arbeidsvoorlichter, Misabi, dat mensen met een beperking, of de wakker committee voorlegt u uit, zijn dat een probleem. Laat me alvast zeggen dat die groep steeds aanloopt tegen knelpunten op die arbeidsmarkt. Waardoor het veel moeilijker is om aan bod te komen. En if is door archie ding, zijn dat het probleem precies dat je ziet dat problemen ontstaan omdat werkgevers een bepaald vooroordeel hebben van deze groep, waardoor er weerstand te komt. Want je hebt bepaalde werkgevers die ervan uitgaan van ja, maar moet last op de man, wat kunnen ze doen, ze zijn traag. Maar met mijn tijd hoe was dat niet, rokobassie. Ik heb in het verleden, in het kader van rokaversie, enkele jaren geleden, ben ik met de camera geweest naar 8 bedrijven. Smanang aan beperking in roko. 8 verschillende afleveringen hebben we die mensen belicht. En moet hij jouw wansan niet. Dat ben ik persoonlijke onderzoek hier, hè. Een televisieprogramma zo bij mij. Dan mijn conclusie bij de, dat deze mensen, de maar arbeidsproductiviteit is veel hoger dan de doorsnee werknemer. Omdat IMCN zo, het zijn mensen die een kans vinden, of de maar vinden een kans voor roko. De mij bewijs dit schrijf je boy. De mij bewijs dit schrijf je dat ze het kunnen en ze willen hun baan behouden. Dus ik heb gemerkt dat ze hebben de juiste werkhouding, ze hebben de juiste werkattitude. Maar dat moeten meer werkgevers weten. Dus daarom vind ik dit heel belangrijk dat bedrijfsleven trekken aan dit project ook. Omdat het bedrijfsleven is zeg maar de partner bij uitstek om zijn leden erop te wijzen dat we moest op een positieve opstelling tegenover de smart decision. Dus ik ben daar heel erg blij mee hoor. Ten aanzien van registratie, Rowan. Kijk, die mensen kunnen ervan uitgaan dat de manier dat jongen van database ontwikkelen. En soms kunnen mensen denken dat van database D, dan kunnen mensen misschien iets zoeken achter een, zeg maar, een fysieke plaats waar ze zich moeten aanmelden voor registreren ding. En misschien denken ze dat het gaat maar om één plaats. Maar ik heb begrepen dat je je op meerdere plaatsen kan aanmelden om je te registreren. Kan je even uitleggen hoe dat gaat? En als die mensen zich komen registreren, waarmee moeten ze komen? Kijk, dit is een online database. Ja. Waar vooralsnog. Dus de makkas doen nou ofzo? Ja, maar vooralsnog nu zijn eigenlijk alleen de partners die nog toegang hebben tot de database. Okay. Vandaar dat binnen de groep we eigenlijk vertegenwoordigers hebben van deze doelgroep, waardoor dan eigenlijk zij ook binnen de alliantie als focal point kunnen aandienen. Maar wij vanuit het ministerie, daar kan anyone ook gaan registreren, maar voor ons dan kunnen we dan die mensen ook gaan meenemen in de database. Toch? Maar als we zover, ik wil niet voor mijn beurt praten binnen de alliantie, maar wat er nu is, dat het uiteindelijk een online database is, dat anyone kan zien, de velden kan invullen, bijvoorbeeld je bij werkzoekende, dan mag je gaan inloggen. En dan moet je een eigen account maken waardoor men dan ziet wie allemaal heeft geregistreerd en wie de werkgevers zijn. En dan kan de matching eigenlijk plaatsvinden. Dat is eigenlijk ook al wat wij doen vanuit directe bemiddeling. Maar we zijn nog niet zo ver om online te gaan. Mm-hmm. Maar met deze aanzet eigenlijk toch kunnen helpen bijdragen. Waar dan in de toekomst inderdaad dat iedereen anywhere is door naar Oslo, naar je kantoor, je op je laptop of mobiel, dan kan je gaan registreren. Precies. In die richting gaan we ook. Ja. Maar voor nu is dat de partners dan die informatie moet gaan invoeren. Dat is heel belangrijk, okay, dat men zich moet gaan opgeven bij de partners. Of zo niet, als men een centrale punt wil hebben, is de afdeling directe bemiddeling. Ja. Want daarvoor is de samenwerking eigenlijk. Precies, precies. Want bij ons op kantoor kan men altijd gaan opgeven, gaan registreren. We hebben ook bestaande layout waarop men moet letten bij het invullen van je naam, adres, welke competenties beschik je, welke type beperking heb je.
Nou, dan wordt dat later ingevoerd in de database door de partners en ook door het ministerie van Arbeid. Maar ik neem aan dat die groep is een speciale begeleiding. De man of veel NCRVR is iemand die ze begeleidt, die ze die vragen misschien stelt en van ze invult. Neem ik aan hoor. Ja. Is dat ook zo geregeld? Ja, dus bij ons, bij het ministerie. Ja, bij jullie, ja. Het is wel zo dat de bemiddelingsconsulenten die mensen ook begeleidt. Oké. Okay. Ze krijgen sowieso een speciale behandeling. Daar worden ze dan van begin tot eind goed geholpen en ondersteund wat ze moeten doen. En ook los van de velden die moeten worden ingevuld, dat wij als directe bemiddeling ook een speciale verantwoordelijkheid hebben. Ja. Dat we dan ook gelijk kunnen inzien wat de behoefte is en wat eventueel aangescherpt moet worden bij deze groep. Mooi. Rowan, ik heb eerder in het programma genoemd Sustainable Development Goal nummer 8. En doel dat die, een VN-doel dat die, pleiten voor volledige tewerkstelling van onder andere mensen met een beperking in 2030 op basis van beginselen van decent work. En je legt uit zo net zijn dat decent work, fatsoenlijk werk. Je moest maar gewoon uithangen money. Dus niet zonder meer een loon, maar een waardige loon toe. Je moest maar libi naar een money, toch? Ja. Maar je moet je gezin ermee kunnen verzorgen. Ik zou dus willen weten wat de visie is van jouw onderdirectoraat arbeidsmarkt. Natuurlijk ook de visie van het ministerie. Hoe wij zullen fietsen naar 2030 om dat doel te realiseren. Ik denk dat voor Suriname dat het realistisch is om mensen met een beperking in 2030 volledig te voorzien van een baan, decent work job. Wat is de visie van het ministerie? De visie van het ministerie is dat wij als ministerie, vooral de minister, een besluit had genomen om de totale arbeidswetgeving te moderniseren naar de ILO-standaarden en de standaarden binnen de regio zelf, binnen CARICOM-verband, nationaal, internationaal, regionaal. Belangrijk is om je doel te bereiken dat er een solide basis moet zijn. En voor mij zeg ik ook altijd, als je een solide basis hebt, met andere woorden wetgeving, dat is de startpunt om eigenlijk totaal een leidraad te hebben of de koers die je moet varen naar bijvoorbeeld die SDGs, om je SDG-goals te realiseren. Maar dan nu maken we al een heel goede stap, de alliantievorming, dat is één. Ja. Door de alliantievorming raken nu alle partners heel bewust van dat we bepaalde verantwoordelijkheden hebben. En twee, onze beleidsmaatregelen. Als u ook kijkt naar onze beleidsnota, dan gaat u ook zien, mensen met een beperking hebben een speciale paragraaf. Dat we die mensen niet achterwege laten, dat we die mensen ook moeten meenemen. Goed, een heel belangrijke van het arbeidsmarkt is dat men, ongeacht je beperking hebt of niet, wanneer je werk is eigenlijk gelijk een loon voor gelijkwaardig werk. Ja. Dus ik heb een beperking met doen administratie roko. Ja. Niet omdat ik een beperking heb, moet ik minder krijgen dan iemand die daarnaast me werkt onder een beperking. Dus dat is eigenlijk onze goal, van dat we dan moeten gaan pleiten of als doelstelling, dat we dat gelijke behandeling voor ieder en dat we dan ook gelijke loon voor gelijke waardig werk moet krijgen, dus ongeacht je beperking hebt of niet. Maar de focus nu, heel sterk, kort samengevat, we hebben extra aandacht voor deze groep. En natuurlijk gaan we die SDG goals moeten gaan halen. Ja. Nee, oké. Okay. Dus die mensen die met de beperking nu luisteren naar dit programma en die ook heel graag aan de slag willen, die willen werken. De toekomst ziet er dus zeg maar goed uit. Voor deze mensen. Ja. Die mensen die willen gaan werken. Ja. Niet maar los van willen werken, je hebt ook mensen die al werken. Die al werken, precies. Dat en ook mensen die iets willen ondernemen. Precies. Dus eigenlijk hebben we onze scope helemaal verbreid of uitgebreid. Ja. Mensen die willen werken mogen bij ons registreren en wij kunnen dan helpen met de matching. Dat is één, mensen die al werken. Ja. Maar dan vaak genoeg moet je ook up-to-date zijn met de nieuwe ontwikkelingen op je werkplek, nieuwe technieken. Dan kunnen we ook gaan bijscholen. En de derde is heel belangrijk ook, is mensen die een eigen baas willen zijn, zelf willen gaan ondernemen. Dat ze kunnen ook bij ons terecht voor die hele totale ondersteuning, de begeleiding door de SBWE, door de Business Unit van de Ministerie van Arbeid, dat we dan hun zelf naar Access to Finance. U heeft het ook kunnen zien, we hebben ook een MOU met de Trustbank Amana, waar we dan ook ondernemers kunnen helpen voor toegang tot krediet.
Vandaar dat we eigenlijk de hele linie, de hele keten hebben aangepakt. Ook okay. voor deze doelgroep. En dus die mensen die willen ondernemen, mogen zich ook aanmelden bij dienst arbeidsbemiddeling? Ja, we hebben nu zodanig ingericht dat inderdaad men mag bij de dienst arbeidsbemiddeling gaan en aangeven wat men wil. Ja. Gaat men voor werk ja. of wil men gaan ondernemen, dan vindt er verder afhandeling en begeleiding plaats nadat men de intake heeft gedaan bij de dienst arbeidsbemiddeling. Nou, mooi. Oké. Heb je tot slot nog een boodschap in de richting van mensen met een beperking? Boodschap is, vooral voor deze groep, is dat, u heeft het heel mooi gezegd, er kan een bepaalde bottleneck of drempel zijn voor mensen met een beperking mm-hmm. om te gaan werken of misschien door een minderwaardigheidsgevoel, maar dat is niet zo. En juist deze groep heeft juist bepaalde competenties dat men het zelf ziet, dat juist dat ze juist, eventueel het werk beter kan doen. Schroom niet om langs te komen bij ons of bij de Alliantie. Kom en we geven dan de volledige begeleiding en behandeling. En niemand wordt achtergelaten bij deze, ook zij niet. Dank u. Mooi, dat klinkt heel goed. En dat stemt me natuurlijk weer goed in meer de standaardie. En zeker als voorlichter, arbeidsvoorlichter op het ministerie. Maar dat is altijd nu aan. We moeten werken voor die samenleving. En zeker voor groepen in die samenleving die het heel moeilijk hebben. De ervaring, kijkers, leert dat mensen met een beperking tegen knelpunten aanlopen op de arbeidsmarkt. Dus wanneer ze het besluit nemen van Mogosukuroko, lopen ze tegen knelpunten aan. En ik heb eerder in het programma gezegd, wat vaak speelt, vooroordelen van de werkgever, die weerstand vanuit de werkgever. Dus ook vanuit die kant zullen we moeten kijken hoe we dat beeld dat er is bij werkgevers in Suriname, om dat beeld zeg maar, positief te brengen en te presenteren. De ervaring leert ook dat mensen met een beperking die reeds in het werkproces zijn, dat die mensen niet altijd die ondersteuning krijgen van bepaalde werkgevers en van bepaalde collega's. Vaak is het ook zo dat bij het uitvoeren van hun werk ze niet die ondersteuning krijgen. En wat we ook vaak zien is dat niet eens elementaire aanpassingen gepleegd worden op die werkvloer. Want dat is meer dan logisch. Dat als je iemand met die op een rolstoel zit, op de werkvloer bezig is, dat je hier en daar wat aanpassingen zal moeten plegen. Wat ik u kan zeggen is dat het ministerie van Arbeid neemt de gelijke behandeling van mensen met een beperking heel erg serieus. En het gaat niet alleen maar om werkgelegenheid, maar het gaat ook om bescherming van deze groep. Want intussen weten wij op het ministerie dat deze groep die kwetsbaar is, heel makkelijk slachtoffer kan worden van onderscheid en discriminatie. En daarom heeft het ministerie een wet voorbereid. Wet gelijke behandeling op de werkvloer. En ik kan u zeggen dat binnen afzienbare tijd deze wet terecht zal zijn bij de Nationale Assemblee. Want een wet zou aan passeren, ik kan tegen. Voor mensen die het moeten weten, arbeidswetten in vergelijking met andere wetten is niet makkelijk, is een heel lange weg om af te leggen. Want een wet heb je dan een commissie installeert op een ministerie. Dat een commissie installeert, dan een wet moet qua bureau wetgeving, het bureau van het ministerie van Justitie en Politie. Daarna dan gaat het naar het arbeidsadviescollege AAC. Dan moet het arbeidsadviescollege de minister van commentaar voorzien. En een commissie dat die, een college dat naar tripartiet. Dan bakken dat die, de minister Echarengwa, raad van ministers. Dan moet hij daar goedgekeurd krijgen. Dat de akkoord goed, de Egwa, staatsraad. Dat de staatsraad doet Tori. Daar ga je door de Nationale Assemblee. Dan net door een plenaire openbare vergadering direct. Hier, je hebt nog een aantal trajecten daarvoor. Dus nog een boem lange passie. Maar ik kan die groep verzekeren. Dat oepsa passie dat ba. We zijn dichtbij die wet. Het ontwerp moet binnen afzienbare tijd worden aangeboden aan het parlement.
En ik kan zeggen dat op het ministerie heeft men niet alleen maar gedacht aan die groep, want gelijke behandeling, als je het fundamenteel wil aanpakken, dan neem je nog andere groepen erbij. Bijvoorbeeld ook vrouwen die werken en nog andere kwetsbare groepen. Dus om het fundamenteel aan te pakken, is de gedachte ontwikkeld bij het ministerie voor ontwikkelen een ontwerp dat die en een ontwerp dat zal spoedig worden behandeld door de Nationale Assemblée. Althans, TA natuurlijk een wet door ODAPE. Van hieruit wil ik een beroep doen op werkgevers. Laat me eerst een beroep doen op die groep mensen met een beperking. Die database is ontwikkeld. Isabi, volg de ontwikkelingen, want de bedoeling is dat we het doen voor u. Werkgevers wil ik vragen, voor wie een groep die zien een kans? Van hieruit, hoe die de man die zien een kans? Die hebben ook een recht om te participeren aan die samenleving. Als dat nou een mensenrecht mensen. Want if in een rokko, in een man doen mee, dan niksie. Dus, bijna nou bij de werkgevers om ook open te staan voor deze groep en om deze groep een kans te geven. Tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van Rokko Aversie.